Het tegeltje eruit en een plantje erin. Dat is de actie van vandaag, hè? Ja, dat is de actie. En jullie zijn van Groei en Bloei Walcheren. Absoluut. Ja, en wat is dat precies voor organisatie? Het is een hele leuke, drukke vereniging. We organiseren lezingen en cursussen. Open tuinen. Open tuinendag dadelijk, of dagen zijn het. Open tuinenweken eigenlijk, hè? En als je dus van tuinieren houdt, dan is het leuk om bij zo'n vereniging te horen. En waar zit de vereniging? Door heel Walcheren. Heel Walcheren, heel Nederland. Ja, het is niet dat jullie een vast clubhuis hebben of iets dergelijks. Nee. Er zijn geen scouten. Maar we staan nu in de Groenrijk en ik zag het gisteren voorbij komen op de website van de gemeente en op de Facebookpagina. Ja. Dus de samenwerking tussen jullie, en Groenrijk en de gemeente. Ja, absoluut. En wat is het dan precies? Wat houdt het in? De gemeente die wil graag dat Middelburg meer stenen eruit planten erin. Want dat gaat wateroverlast tegen. Ah, is dat de achterliggende gedachte? Dat is de achterliggende gedachte. En omdat er steeds meer regen komt, lopen sommige gebieden van Middelburg kunnen onder gaan lopen. En er zijn natuurlijk best wel mensen die een tuin hebben die helemaal betegeld is. Puur voor het gemak. Juist. Ja. Nu zie ik daar in de hoek, zijn dit de tegels die vanochtend zijn ingeleverd? Ja, die zijn hier vanmorgen ingeleverd. Maar we staan hier tot 3:00 vanmiddag. Oké. Okay. Ja. Dus ik hoop op zo'n 80, 90 tegels. Maar als iemand nou 10 tegels meeneemt, krijgt hij dan ook 10 plantjes? Nee. Of dat zo niet? Nee. Dus er zijn van die mensen die gaan de hele tijd heen en weer fietsen. Nee, en wat voor plantje krijg je dan? Eén van deze. En die worden beschikbaar gesteld door Groenrijk. Ja, dat is dan ook wel iets sympathiek, hè? Dat is hartstikke sympathiek. En jullie hebben natuurlijk heel veel verstand van planten. Wat zijn dit voor plantjes? Juist, dat zijn een beetje rotsachtige plantjes. Kijk, okay, dat is een Saxifraga. Een Saxifraga? Een Saxifraga. En hier hebben we een Iberus. Kijk, nou, dat is leuk. Nou, volgens mij is het een hele goede actie en leuk dat jullie het doen. Nou, goed dat jullie je ervoor inzetten. Nou, dank jullie wel. Hartstikke bedankt.